Hoi, ik ben Lisa. En ik ben Juliette. Voordat we gaan kijken wat wij al weten over digital marketing, zijn wij erg benieuwd naar wat andere studenten en docenten op het FONTIS al weten over digital marketing. Daarom zijn wij gaan rondvragen wat het eerste bij hen opkomt bij het woord digital marketing. Hierbij de reacties. Ja. Wat denk je aan bij digital marketing? Clip is heel intens. De nieuwe manier van markten, de digitale omgeving zoals social media, dat soort dingen. Ja. Zeg maar. Ja, Facebook. Facebook. Ja, digitaal marketing, ja. Reclame maken via social media, via websites, slogans, van die banners wat je wel eens op websites ziet, zoiets denk ik. Een webshop of iets dergelijks? Ja. Het eerste wat bij mij opkomt is ja, eigenlijk gewoon advertenties. Ja, als ik aan digital publishing, marketing, ja, digital marketing denk, dan denk ik aan Koen Zuid. Reclame, propaganda en manipuleren. Gewoon uit als je het zegt. Wat ik denk aan digital marketing, ik denk eigenlijk verkopen op het internet. Yes. Ik denk aan social media als ik aan digital marketing denk. Yes. Nou, ik vind de reclame die ik op Facebook zie, vind ik altijd wel goed. Yes. Wat is dat? Aan een computer door de computer iets verkopen. Yes. Internet. Bij digital marketing denk ik aan digitale reclame uitingen, dus e-mails met allerlei aanbiedingen. Ja, digital marketing is eigenlijk alle vormen van marketing waar een beeldscherm bij te pas komt. Digitale marketing, dat je online dingen verkoopt, dat is voor mij als eerste te binnen schiet. Digitale marketing, dat is voor iemand van mijn leeftijd heel lastig. Wij werkten vroeger nog met boeken en ik denk dat digitale marketing nu alle promotionele activiteiten zijn. Merkbekendheid, naamsbekendheid, maar dan via digitale kanalen. Social media, Facebook, etc. Dus denk ik hoe je digitaal je product aan de man brengt. Veel meer dan staat, komt er. Bol.com. Zeg je meer dan wat? Zoals jullie kunnen horen zijn de reacties heel erg uiteenlopend. Dit geldt ook voor ons. Voor mij was namelijk de kennis op het gebied van ICT. En bij mij stopt dit op het gebied van marketing. Daarom hopen wij dit jaar een expert te worden op het gebied van digital marketing. Hey.